Whoa! Goody! Ooh, Halloween! Pompoenen! Dit is mijn pompoen. Dit is mijn pompoen van Milan Knol. En wij hebben deze al helemaal uitgehold. Dit is Enzo's knolse hol. Dit is mijn knolhol. Ja, en dit is mijn knolhol. Jij zegt een hele grote knol. Klopt, ik heb ruimte nodig. Dus wij gaan vandaag aan jullie laten zien hoe je het allerbeste, want ik heb het nog maar één keer gedaan en dat is deze keer. Dit is mijn tweede keer in mijn leven. Oké. Okay. Dus ik wil even zeggen dat ik ervaring heb en dat als ik een tip heb dat je daar graag naar even naar moet luisteren. Oké, en aangezien het mijn eerste keer is, doe ik het veilig. Dus wij gaan laten zien hoe je het allerbeste een pompoen kan carven. Dus we gaan er een figuurtje in maken. Wat voor figuurtje ga jij maken? Nou, we hadden afgesproken vanuit de vlog dat ik een logo zou gaan maken. Ja. Van mijn eigen kanaal, dus het DHD-logo. Ja. En jij? Het KP-logo. Dus die komt hier zo mooi. Dat wordt moeilijk. Ja, die wordt heel erg moeilijk. Maar ik ben blij dat ik mijn pet op heb. Dan kan ik hem af en toe even afdoen. Dan kan ik even... Ja, ik ga ook even kijken naar hoe dat allemaal... Ik heb de DHD-pet liggen op mijn kantoor. Ja? Ja. Nou. Ja, pak maar. Ja, waar ligt die dan? Ja, dat is een doek. Ik weet niet waar dat is. Ik ga zo heen lopen zo. Nee, pak het. Geef me die pet. Oké. Okay. Ik ga al. Hey! Nice. Dus ik ga dit logo maken. ja, deze mag ook wel. Dit wordt heel moeilijk. Nee, ja, oké, top. Nou, komt helemaal goed. We hebben hier allebei een mesje. Daarmee kunnen we erin gaan prikken. En dan kunnen wij gaan zagen. Het is een soort zaagje. Het is niet een mes. Het is meer een zaag. Ja. Ik ga die voor mij even droog maken. Kom maar hoor, schatje. Ik maak je wel droog. Oh, goed idee. Kom maar hoor. Oh, dat is echt een goede tip. Wow, dat is echt een goede tip. Ik heb het beste met mijn pompoen voor. Ik ook. Ik hou hem lekker warm altijd. Hallo? 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 Grote smurf. Kijk eens hoe mooi die glimt. Wat een beauty. Huh? Lijkt wel of er bij jou iets in zit. Nee, serieus? Zal ik eens even kijken? Wow! Oh my god! Wie laat dat nou in zo'n pompoen zitten? Wat de hel? Geniaal. Was dat het? Dat was het. Nee, toch? Wat? Oh mijn god, het is een lepel. Wow, ik ben echt een goede prankster. Ik heb ze echt van jou. Toen jij wegliep, heb ik stiekem een schep erin gedaan. Ik zag gewoon aan je hoofd dat je hem wou gooien. Ja. Ik zag het gewoon. Zullen wij beginnen met het logo maken? Oh ja, ik ben er wel bang voor hoor. Ik ga wel zo, jullie mogen het niet zien. Leuk dat jullie kijken naar deze video, maar jullie mogen niks zien. Oh ja, we gaan hem zo maken en dan draai je hem af en toe om te laten zien hoe ver we zijn. Weet je wat het leuke is? Wij gaan later natuurlijk ook nog deze pompoen laten branden. Dus ik heb hier barbecue aanmaakblokjes. Die pleuren er dan in en dan gaat het helemaal in de fik. En ik heb ook vaccinelichtjes, die branden 8 uur. Wow, hij was al open. Dus ik hoop dat de pompoen dat vol gaat houden, dat 8 uur. Maar wat ik ook heb, want we gaan er natuurlijk wel een spektakel van maken. Oeh, dit is sick! Oh, en zo is weg. En moet je kijken wat er gebeurt. Oh, dat is niet normaal. Kijk wat ik heb gedaan. Ik heb gewoon het eerste gedeelte van het logo. Kijk hoe vet en zo. Wow! Ja, je loopt weg en er gebeurt van alles. Zo, dat is vet. Ja, weet je wat ik aan het pakken was? Ik dacht misschien is het ook wel leuk om de Thunder Kings in te doen in die pompoenen. Dus dat wordt heel erg leuk. Maar dat gaan we straks doen. We gaan eerst proberen het logo te maken. Oeh! Kijk eens, man! Oh, kijk, dan heb ik hem ook hier. Zo. Oh, ik vind het echt spannend, hè? Oh! Die van mij begint vorm te krijgen. Woehoe! Oh, ik weet wat voor dit is. Nou. Ik weet wat voor dit... Nou. Waar is dat puntje? Waar is dat puntje? Waar is dat voor Kijk, dan? Let op. Hier, ik heb hier een puntje. Dit gaat er niet uit. Kijk, dit gaat er niet uit. Het is heel vervelend. Dus ik heb nou hier de inpunt. Kan ik hem zo eruit halen? Zie? Oh mijn god. Geniaal. Daar is dat voor. Kijk, dat weet ik omdat ik ervaring heb. Wauw. Ik zweer het je. Als mama dit ziet en zo. Die is zo trots op ons. Dat wij toch nog een beetje creatief zijn. Dat wij nog zo creatief kunnen zijn inderdaad. Want moet je kijken waar dit op lijkt nu. Min B staat er. Min D. Min D. Min D. Oh, die van jou wordt echt goed man. Thanks man. Ik ben nu al jaloers. Wow, dat is echt super lief. Dat is nooit iemand heeft dat gezegd over mij. Maar Milan.
Je weet toch dat ik van je hou? Nee. Je bent mijn broer. Gaan we de hele video zo sarcastisch doen? Oh, ranzig. Dat voelt echt vies, hè? Ja, dat voelt heel vies. Ik ben nog steeds bezig met de letter K, maar ik heb hem bijna, mensen. En ik ben best wel trots. Zijn jullie er klaar voor? Ik denk dat ik hem van binnenuit naar buiten ga drukken, oké? Let op, Milan. Ja, Milan, kijk. Wow. Nee, gebruik die punt. Oh, wow. Wat vind je ervan? Ja, vet, man. Goed gedaan. Dit is de K. Ja. Oh, kijk nou hoe goed dit werkt, man. Zo niet normaal. Kijk nou, joh. Ben je nu al klaar? Ja, ik ben klaar. Ja, ik heb echt een logo. Ik heb nog maar één letter af. Ik moet toch de letter... Moet ik mij dan laten zien? Nee, wacht. Ik ga hem ook nog klaar maken. Ik heb een idee. Niet kijken. Hij is lastig hoor, het knolpower logo. Denk jij dat dit goed gaat zo? Oh ja, maar je moet hier natuurlijk nog een ding in het midden. Dat kan niet. Nee, dat kan niet. Dus nee. Ik moest hem helemaal open doen, want ik kan daar geen rondje in het midden. Ja. Oh, dit werkt zo goed, Milan. Ja? Nee. Oh, wat goed. Dat kan meestal komen omdat je dan niet goed hebt gesneden ergens. En wat je trouwens ook kan doen, is gewoon hier... Nee. Je kan ook... Oh. Ja, dat kan ook. Ben je tevreden? Ja, op zich best wel. Want ik ben helemaal niet creatief, tenminste met mijn handen. Dus kijk dan. Hoezo kijk je zo moeilijk? Ja, ik kan het niet goed zien. Je vindt hem niet helemaal, hè? Oh, nee, hij is heel vet. Nee, oprecht, hij is f***ing vet. Ik heb echt mijn best gedaan. Dit is dat niet, man. Dit snap je niet helemaal. Is dat ook in het logo? Ja, dat zit ook, oh, ja, dat zit ook in het logo. Ah, ja. Goed. Dankjewel. Ja, dat had ik even niet door. Kijk, mijne was echt heel veel moeilijker. Ik ben echt benieuwd. Dat was echt heel zwaar. Kijk, dit is hem geworden. Wow! Ja, die lijkt echt heel erg. Die lijkt wel, hè? Maar ja. jou lijkt ook, man. Die lijkt echt heel erg. Kijk dan. Ziet er goed uit, man. Ja, maar jou ook, man. Dankjewel. En nu? Gaan we hem nu opblazen? Nee. Oh nee, we gaan nu... Oh, je hebt lichtjes nu... al. Ik heb lichtjes aangemaakt. Oh, nice. Weet en die wat... moeten erin. Ja, weet je wat ik ga gebruiken? Ik ga aanmaakblokjes. En eigenlijk moet je hem nu uitdoen. Dat is de meest veilige manier. Dan leg je hem erin. Want dan kan je ook niet je vingers verbranden. En dan zorg ik voor een aansteker met een lange stekel. Hoe noem je dat? Lange stekel? Dat is gewoon een veilige aansteker. Nee, een aansteker met een lange stekel. Een stengel. Lange stengel. En dan kun je via wat je net hebt gemaakt... Ja, via dit middel. Ja, wow. Kan je hem aandoen. Oh mijn god, dat is wel slim. En dan doe wel even het licht uit, ja? Wow! Wow, kijk die! Wow, die van mij zie je veel beter! Holy shit! Wow, die van mij zie je best goed! Wow, yo! Wow. Holy shit! Wow, dat vind ik te veel, man! Wow, yo! Kijk hoe goed je dit ziet! Oh mijn god! Het logo! Wat cool! Maar hoe brandt dat nu? Ja, brandt lekker! Milan denkt altijd, ah, die Enzo die heeft echt van die ideeën, is veel te gevaarlijk en dat ga ik echt niet doen, doe jij het maar. Ik heb een pingpongballetje, wat als ik die erin gooi? Dat is niet gevaarlijk, toch? Ik weet niet. Jij wilde er ook een, toch? Maar mij zit er al een vaccinelichtje in nu. Ja. Oeh. Gaan we ook die bij jou erin doen? Speel niet met vuur, jongens en meisjes. Niet met vuur spelen. Oh, wow, kijk hoe goed jouw logo eruit is gekomen. Wow. Doe de licht uit. Ja, snel. Oh, die van mij wordt helemaal zwart van binnen. Wow, kijk hoe vet het is. Wow. Kijk hoe cool dit eruit ziet, man. Nice, gek. Holy moly. Echt heel cool. Waar is jouw pingpongbal? Oh, ik doe er nog twee in. Nee, oh nee, daar gaat mis. Ja, dat gaat mis en zo. Ja, maar kijk, ik wil hier zo'n vlam uit. Dat is cool voor het logo. Ja, maar dat kan er toch ook doorheen branden? Kijk. Wordt dat ding niet warm? Ik weet niet. Wow, get in! Oh. Knol power! Bam, 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 bam. Wow! Holy shit! Wow! Wow, wat gebeurde er? Ik heb geen idee. Wow,
check. Dat was die pingpongbal. Hé, oh. Ik vind het echt een super goed geslaagd project. Ja, hij is echt goed gelukt, hè? Echt goed gedaan, man. Moesten we die bovenkant niet erop doen, zo? Oh ja. Oké. Oh. Wow. Heb je hem nu gedoofd? Nee, toch? Is hij uitgevallen, die van mij? Of wordt hij minder? Oh. Oh nee. Oh nee, hij is ingevallen, Enzo. Echt? Ja. Hallo. Kijk, dit is mijn pompoen. En wat dit... doe je ermee? Dit is die van Milan, dit is die van mij. Open snijden. En wat ga je er nou mee doen? Dit is buiten voor de... zetten? Nee. Voor de sier is dat. Het is wel hartstikke leuk. Ja? Ik zit tegen het zeggen, godverdomme, net een stel kleuters daarboven. Ik zeg maar... Ja, we zijn pompoenen aan het karpen. U bent de jury. Welke is beter gelukt? Dat gemeen. Heel eerlijk zeggen, is die van hem of die van mij? Dit is mijn logo. Dat is die van hem. Moet ik daar nou echt een beslissing over nemen? Ja. Kan ik niet zeggen, ik vind alle twee even leuk? Nee, dat vind ik niet leuk. Ja, ik vind het ook niet leuk voor hem natuurlijk. Ja, maar... Oh, nee, je vindt het niet leuk voor hem? Dus dat betekent dat hij voor mij mooier is. Maakt mij niet uit. Nou, jullie ook een steltje rotzak, hè?